Hartelijk welkom bij Bijbelstudie van Ecclesia Evangelie Corps Holland, kwartiermakers van het Koninkrijk Israël onder het Nieuwe Verbond. We zijn nog steeds bezig met de bedieningsgave van de gezalfde koning van Israël. Ik heb 2 opnames gemaakt over de algemene inleiding. En nu gaan we beginnen bij de eerste bediening, die van apostel. We zijn bezig om het woord des Heren te onderzoeken. Om te laten zien wat er in het verleden verkeerd is gegaan met de bedieningsgaven van de gezalfde koning van Israël. In onze inleiding hebben wij onder meer aandacht geschonken hoe deze 5 gaven van apostelen, profeet, evangelisten, herders en leraars bezig zijn terug te keren naar de gemeente, oftewel de Ecclesia, de uitgeroepenen uit Israël. Het is het innige, vurige, verblijdend geloof in mijn hart dat ik geloof dat voor de wederkomst van onze Heer Jezus zal er een kanaal, een orgaan of een mondstuk zijn die aan de wereld en niet aan een kerk of gemeente, maar aan de overheden en aan de machten de heerlijkheid van een opgestane Christus zal demonstreren, of deze aardse machten of onzienlijke machten zijn, maar de gemeente zal in heerlijkheid opstaan en de Heere openbaren. In hem en door hem, en dat de Heere deze gemeente in zijn volheid weer zal oprichten, zodat wij niet alleen een perfect hoofd zullen hebben, die de Heer Jezus zelf is, maar dat hij een perfect lichaam zal hebben. Als ik de beeldspraak mag voltooien tot aan de punten van zijn tenen. Loof de Heere dat de wereld een volledig Heer Jezus zal zien. De duivel, de overheden en machten kennen de Heer Jezus. Toen de Heer Jezus op aarde was, heeft hij de duivel uitgeroepen. Toen heeft de duivel uitgeroepen, wij kennen jou, wij weten wie jij bent. U bent de Heilige God. Op de dag wanneer de Heer Jezus komt in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid en al de engelen samen met hem, dan zal vriend en vijand hem zien. Dit zal dan voor hen te laat zijn, voor die hem verworpen hebben. Maar ze zullen dan de Heer zien in al zijn kracht, in al zijn heerlijkheid. Maar dit is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is, kan God de gevallen mens in zijn beeld herstellen, in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen, zoals hij uiteindelijk moet zijn? Daarvoor is de Heere Jezus gestorven, zijn bloed gestort, opgestaan en teruggegaan naar de Vader en zit nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Daarvoor heeft hij de Heilige Geest gezonden, zodat hij door het geloof, voordat wij de Heer Jezus fysiek aanschouwen, in het geloof Gods woord zal nemen en hem zijn volle loop in ons leven zal geven, zodat de wereld in ons, de Heer Jezus, zien in al zijn beloften en in al zijn heerlijkheid. Als u deze ernstige zaak overpeinst, zal u geweldige dingen gaan zien en beleven die in onze menselijke natuur zal gaan plaatsvinden. Het gaat over al de heerlijke zaken waar wij nu over spreken. Deze zullen ook werkelijk gaan plaatsvinden in onze gemeenten en wij moeten daar klaar voor zijn. Wij moeten nog doden opwekken, zoals het was in de dagen van het Nieuwe Testament. We moeten de ogen van blinden openen voor Jezus' komst. Wij moeten de kreupelen nog laten wandelen in volheid. Wij danken de Heere voor dit wat al reeds bezig is om te gebeuren. Maar we zijn nog lang niet op het punt hoe dat moet zijn. Daarom moeten wij ons gereed maken en ons geloof gebruiken om daarin onderwezen te worden. Door wie? Door de Heilige Geest. Vandaar deze ernstige Bijbelstudie. Laat u nooit afhouden
wat de duivel of mensen u influisteren dat u niet goed zal zijn. Of u zelf de vraag stellen, wie ben ik? Neem iemand anders, maar niet mij. Let op, misschien bent u wel de persoon die God zal gaan gebruiken, waardoor hij grote wonderen zal verrichten. De tijd schiet tekort en God is te ver, te alwijs, om zover het hem betreft, als ik deze term mag gebruiken. En ik doe dit in alle eerbied en respect om zijn tijd te verspillen. God is niet bezig om zijn tijd en uw tijd te verspillen, zover het hem betreft. Daarom moet het, zover het u zelf betreft, de vijand niet toestaan om de tijd te verspillen door ongelovig te zijn. Gelooft God met zijn volle grenzen van zijn belofte. Als wij deze studie mooi onderzoeken en zien wat het doel zal zijn, dan zullen wij juichen van blijdschap. We kijken naar de bediening van de apostel. In 1 Korinthe 12, vers 27 tot 31. En ik zeg weer opnieuw, de apostel Paulus was de apostel die aangewezen is om het verloren huis van Israël, die 10 verloren stammen, om die te bedienen. Hij spreekt dus tegen Israëlieten. Ik ook, ik spreek door mijn eigen volksgenoten die daarvan afstammen. Hij zegt, gij nu zijt het lichaam van Christus, dus van die gezalfde koning, en een ieder voor zijn deel leden. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeenten, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms alle apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten, hebben soms alle gaven van genezing, spreek soms allen tongen, vertolken zij soms allen, maar hij zegt, streef naar de hoogste gave. Streef dan naar de hoogste gave. En zegt hij, ik wijs u een weg die nog veel verder omhoog voert. In 1 Korinthe 12 vers 28 hebben we gelezen, ten eerste apostelen. Nou, dan kijk even wat hij schrijft aan die Israëlieten die te Efeze waren. Hoofdstuk 4 vers 11 tot 16. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Waarom? Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus niet je eigen organisatie, hervormd, gereformeerd of Pinkster, hoe je het noemen wil. Totdat wij als Israël allen tot een eenheid des geloofs en tot de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, de volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig op en neer, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, zoals dat vandaag aan de dag nog steeds gebeurt. Hoe komt dat? Door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt. Dat je elke keer op die televisie ziet, als je die Amerikaanse predikers ziet. Maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde in elk opzicht naar hem, dus naar Jezus toe, die het hoofd is, Christus. En aan hem, Jezus, ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen. Naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent. Deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in liefde. Zijn dit geen machtige hier wordt de klemtoon gelegd op elk deel, dus ook voor u en mij. En ieder van ons kan deze plaats in het lichaam van Christus innemen. We kijken naar Hebreeën hoofdstuk 3 vers 1. Dan zien wij dat de Heer Jezus zelf een apostel was en nog steeds is. Daarom, heilige broeders, deelgenoten des hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester,
onze belijdenis Jezus. De Heer Jezus is de apostel en hoge priester van onze belijdenis. Het Grieks voor apostel is apostolis, dat betekent boodschapper en gezondere. Dus is iedereen in die zin, let op, een apostel als hij het bevel des Heren nakomt en uitvoert. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. In dit opzicht is het ieder die de Heer Jezus waarachtig lief heeft en deze opdracht uitvoert, een apostel, oftewel een gezondene. In Johannes 20, vers 21 lezen wij: Jezus dan zeide nogmaals tot hem: vrede zij u, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Dus, als wij op zijn bevel gaan, zijn we allemaal uitgezonden als wij de opdracht uitvoeren. In die zin zijn wij apostelen. Opnieuw 1 Korinthe 12, vers 28. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente ten eerste apostelen. Het is belangrijk om dit te beklemtonen. Ten eerste apostelen. Nu weer Efeze. En hij heeft zowel apostelen, hier wordt dit ook als eerste genoemd. Is het niet eigenaardig hoe de Satan in vele opzichten altijd de Heere voor de voet loopt wat betreft zijn volmaakt patroon? U moet erop letten, er zijn meer van zulke voorbeelden in de schrift. Zo ook in deze zaak. Dus in de eerste plaats apostelen. Het gaat hier om een waardevolle positie in kracht en samenstelling van de gemeente van de Heer Jezus, die zijn lichaam is. De apostel wordt door de Messias gezonden, zoals hij zelf gezonden is door de Vader, met tenminste één deel van dezelfde gezag en dezelfde kracht en dezelfde gaven. De apostel, als gezant van God, moet dit gezag van de Heilige Geest in zich hebben, alhoewel streng en autoriteit bezitten en een zekere charisma, hetzelfde dat de Heer Jezus ook had. Hij moet streng zijn, maar dat hij tezelfde tijd de liefde van God uitstraalt. Er zijn een paar machtige dingen waar wij op moeten letten. Het zou jammer zijn als er geen aandacht aan wordt geschonken. We hebben gezien dat hij in de gemeente is aangesteld. 1 Korinthe 12, vers 28 nogmaals. En God heeft sommigen aangesteld. Er zijn dus verschillende plaatsen in de gemeente waar God zeer op gesteld is. We komen er later op terug. Een van de belangrijke dingen is in de kerk verloren gegaan. Deze climax kwam in de donkere middeleeuwen. Dat kwam in de rangorde in de gemeente van Christus. Nou, en het zal veel tijd kosten om dit te herstellen, want die Romeinse kerk heeft alles namelijk overgenomen met zijn rangen en standen, losgemaakt van die Messias van Israël. Zo is het ook met de gaven van de Heilige Geest. Het zijn gaven die aan een individu worden toegekend, schuine streep gegeven. En dit tot nut van de gehele gemeente. En één daarvan is de apostel. Deze bekleedt de eerste plaats in de gemeente. Dat is nogal wonderlijk waar een mens over moet nadenken dat degenen zijn aangesteld. Dit geschiedt naar de hemelvaart van de Heer Jezus. In Efeze 4 vers 8 tot 11 lezen wij dat ook. Daarom heet het opgevaren naar den hoge, voerde hij krijgsgevangen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij, Jezus, is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook die is opgevaren ver boven alle hemelen om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel, gaat het weer, apostelen als profeten gegeven, als evangelisten, als herders en leraar. Er staat duidelijk nadat hij is opgevaren. Dit geeft aan dat er meer apostelen zijn dan de oorspronkelijke 12. Met andere woorden, in Gods orde zal er in de gemeente meer apostelen gaan werken. Na het uitvallen van Judas werd Matthias gekozen, zo lezen we dat in Handelingen 1. En in dat opzicht zijn er dus al 13. Ik zal u laten zien, er moet nog een prominente doorgang zijn in de kerk en gemeente vandaag. Wij moeten gaan functioneren en die functies gaan bestuderen.
En u zult het met mij eens zijn dat dit noodzakelijk is, dat deze bedieningen teruggebracht worden in de gemeente, in de Ecclesia van de God van Israël. Ik zal u tonen dat er tenminste 17 apostelen in het Nieuwe Testament worden genoemd. Handelingen 14, vers 14. Maar toen de apostel Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun mantels en sprongen naar voren onder de scharen uitroepende. Hier zien wij dat er twee zijn bijgekomen buiten de 12 apostelen die de Heer zelf had uitgekozen. In Handelingen 1, vers 26. En ze lieten het horen en ze lieten hem loten en het lot viel op Matthias en hij werd gekozen en verklaard bij de 11 apostelen. Let op, 12 is altijd het getal van de 12 stammen van Israël. Want het gaat altijd om Israël. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente Thessalonicenzen in God, de Vader en Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Nog twee apostelen erbij. Silvanus en Timotheus. We hebben gezien en alle erkend dit, dat Paulus een apostel was, zoals beschreven in Handelingen 14, vers 14. Samen met Barnabas. Zo worden ook Silvanus en Timotheus in de aanhef genoemd. 1 Thessalonicenzen 2, vers 6. Ook zochten wij geen eer bij mensen, nog van u, nog van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden laten gelden. Wat zei ze? Alhoewel wij als apostelen van Christus ons laten gelden. Ze waren alle apostelen. We hebben er nu 5. Het grote punt is om de weg te komen van de gedachte dat er maar 12 apostelen waren en dat het zo is gebleven. Maar dat is een verkeerde gedachte. De functie van een apostel is geheel anders dan om bij een zekere groep of orde te horen. Bijvoorbeeld een kerk. Het apostelschap is bedoeld om dwars door de christendispensatie te lopen tot aan de wederkomst van Israëls koning. De vraag is, tot wanneer? Paulus geeft antwoord in Efeze 4 vers 13. Totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, de volheid van de gezalfde koning van Israël. Nu zijn er nog veel verschillende geloven. We zijn lang niet tot een eenheid van geloof gekomen. Er is nog geen genoeg kennis van de Zoon van God. De maat van de wasdom, de volheid van Christus. Tot op deze dag moet er een bediening van apostel zijn. Dit is erg belangrijk. De gemeente van Christus heeft veel schade geleden omdat men het ambt van apostel niet heeft onderkend. Pas als dit gebeurt, zal men de majesteit van Christus kunnen zien in de gemeente. Het gaat om de naam van Jezus die boven alle namen groot gemaakt moet worden. Want hij zal de vernederde mens terugbrengen naar zijn of haar oorspronkelijke staat. Vers 13 zegt immers, totdat wij allen, en dan bedoelt God Israël mee, maar ook het hele mensdom, vanuit Adam, Abraham, Isaac en Jacob, tot een eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon bereid hebben. Daarom hebben wij dringend deze gaven nodig in de gemeente. Deze gaven zijn verloren geraakt gedurende de donkere middeleeuwen, dit met nog veel andere waarheden. De waarheid van de doop der gelovigen door onderdompeling is volledig verloren gegaan. De waarheid aangaande goddelijke genezing, zo ook de gave van de Heilige Geest en de bediening van de Heilige Geest. Maar dank de Heere, het is weer bezig om terug te keren. Want Jezus heeft gezegd, ik zeg u, gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen, staat in Matteüs 16 vers 18. Dit wordt gebouwd met levende stenen en wordt gebouwd op het fundament, let op, van de apostelen en de profeten. Het is niet alleen die 12, maar voor al die apostelen die nakomen, die gezonder zijn. En de Heer Jezus is daarvan de
hoeksteen. Efeze 5 vers 25 tot 27 zegt: mannen, heb uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, dat betekent apart te stellen, haar te reinigen door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, let op, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat zij heilig is en onbesmet. Sta hier nou eens even bij stil. Dit is de gemeente, heilig, apart en zonder gebrek. Al de vijf bedieningen, zodat men kan zien waarin jouw apostolische bediening, jouw profetische of die van leraar en die van evangelist vastliggen. En dan zijn er nog negen bedieningsgaven die heldere vruchten moeten voortbrengen. En die de gemeente in eenheid van geloof moet brengen. Dit is de ware Ecclesia. Aan welke tekens kan men een apostel onderscheiden? Een goede vraag. Ik zal er een paar noemen, zodat u deze kan toetsen. 2 Korinthe 12, vers 11 en 12. Ik ben onverstandig geworden. Gij hebt mij ertoe genoodzaakt, want ik had door u aanbevolen moeten worden. Immers, in geen enkel opzicht heb ik ondergaan voor die onvergelijkelijke apostelen, al ben ik niets. De tekenen van een apostel zijn bij u verricht met alle volharding. Hoe? Door de tekenen, wonderen en krachten. Dus een echte apostel die gezond is, doet tekenen, wonderen en krachten. De Korintiërs was een van Paulus' moeilijkste gemeenten. Alhoewel zij de gaven hadden, gebeurden daar toch liederlijke dingen onder hen. Er waren twisten, partijschappen en er waren er die Paulus' apostelambt betwisten. Het lijkt wel of het vandaag tegen ons gezegd wordt. Paulus laat hen weten dat hij in hen Jezus niet in en door hen niet heeft gezien. En dit was een vereiste naar Jezus' opstanding, waaraan een apostelen herkend kon worden. De minachting voor Paulus zorgt ervoor dat deze nu een mikpunt van Satan was geworden. En Paulus is daardoor tijdens zijn verder leven en bediening dan ook bovenmate verzocht en beproefd. Maar halleluja, hij heeft volhard tot aan het einde toe. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. 2 Korinthe 12 vers 6 tot 8 zegt: want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onderhoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. En ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, omdat ik mij niet zozeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heere hiervoor gebeden dat hij mij zou aflaten. 1. Hij had een teken van volharding. Tekens van wonderen tijdens zijn bediening. Paulus was niet zomaar iemand. Als er iemand was die door zijn bediening gekenmerkt kon worden, dan was het Paulus wel. Hij was krachtig in zijn bediening, streng maar rechtvaardig. Hij was ook een stichter van gemeenten. Mensen kwamen tot geloof en bekering. En ieder in de gemeente van Christus heeft zijn eigen bediening. De herder, de ouderling, de diaken in de volledige functie van nieuwtestamentisch patroon. Mensen moeten leren hoe de gaven te gebruiken. Hoe om voor zieken te bidden enzovoorts. En als die gemeente in volle werking is, gaat hij naar een andere plaats en zo verder. Zo heeft dit gefunctioneerd in de eerste gemeente. Kom, laten wij het ambt van apostel weer in ere herstellen en dat er een gemeente ontstaat waarin de bedieningen geproduceerd zal worden uit het hart van deze gemeente zal
voortkomen. Als men zo zal gaan werken, zullen er nieuwe bekeerlingen in de gemeente komen. En als de gemeente volledig zal functioneren, en wanneer deze is goed samengesteld, opgevoed wordt, dan leren wij de Here kennen. En zullen wij hem leren liefhebben. Ook leren wij de werking van de Heilige Geest. Dan ziet men de Here Jezus in het midden van deze gemeente. Dus, de tekenen van de apostelen zijn volharding, tekens en wonderen en krachtige daden. Zo'n man moet uitstaande vruchten en gaven bezitten. Ik zal zeggen dat deze al de gaven van de Heilige Geest en al de vruchten van de Heilige Geest moet bezitten. Deze manifestatie moet in zo'n persoon aanwezig zijn. Een ware apostel zal moeten lijden terwille van de naam van de gezalfde koning van Israël. Om ook zijn persoon en zijn ziel recht te houden voor God. 9 gaven en 9 vruchten in volle werking. Omdat hij gemakkelijk hoogmoedig kan worden en in de strik van Satan kan vallen. Als je kijkt naar die Amerikaanse predikers die allemaal hemel en schat rijk zijn geworden. Dat is niet wat God heeft bedoeld. Daar herken je aan dat dat verkeerde vruchten zijn. Kijk wat we al behandeld hebben in 1 Korinthe 12 vers 8 tot 11. Want aan de een wordt door de geest, met een hoofdletter, de Heilige Geest, gegeven met wijsheid te spreken. En aan de andere met kennis te spreken. Krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de andere gaven van genezing door die ene geest. Aan de een werking van krachten. Aan de andere profetie. Aan de een het onderscheid van geesten. En aan de andere allerlei tongen. En aan weer andere vertolking van tongen. Dit alles werkt één en dezelfde geest die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. In de bediening van een apostel behoren die gaven volledig te functioneren. En ook de 9 vruchten, zoals liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als wij Paulus en Petrus toetsen, dan zult u zien dat dit zo was ingesteld naar de bekering en doop door onderdompeling en doop met de Heilige Geest. Al de 9 gaven en vruchten waren in hun bediening aanwezig. Een tweede teken van apostel moet zijn persoonlijke ondervindingen. En dit moet diep zijn en echt en niet van horen zeggen. In 1 Korinthe 9 vers 1 zegt Paulus, ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus, onze Heere, gezien? Zijt gij niet mijn werk in de Heere? En vergelijk dit met Handelingen 1 vers 21 en 22. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al die tijd dat de Heer Jezus bij ons is ingegaan en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen moet getuigen worden van zijn opstanding. Toen zij een besluit namen om iemand te kiezen in Judas plaats, waren dit de voorwaarden dat er iemand gekozen werd die samen met hen kon getuigen van de opstanding van Jezus. Dit was één van de opmerkingen die naar Paulus' hoofd werd geslingerd. En dit zegt hij ook aan in Handelingen 13 vers 2. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zei de Heilige Geest, zonder mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Hier kan men zien dat Paulus werkelijk een apostel was. Hij heeft de Heere gediend met vasten en gebed en daaruit kwam zijn ondervinding en leiderschap naar voren. Dat wil ook zeggen zijn autoriteit, die een echte apostel nodig heeft. Want in 1 Korinthe 11 vers 23, want zelf heb ik bij overlevering van de Heeren ontvangen,
wat ik u weder overgegeven heb, dat Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam. Hier sprak Paulus bij de instelling van het avondmaal, oftewel het nieuwe verbond. Dit had hij niet gehoord van Johannes of Petrus toen hij naar hem was gekomen en met hen aan tafel afgezeten. Nee, hij zegt, want ik heb zelf bij overlevering van de Here ontvangen. Hier spreekt hij met gezag, uit persoonlijke ondervinding en zekerheid met zijn contact met de Here Jezus. Alleen een persoonlijke zekerheid en ondervinding aangaande jouw opdracht zullen helpen om de verschrikkelijke tegenstand, de strijd die deze roeping met zich meebrengt, aan te kunnen en te wederstaan. En ik kan beamen dat in zo'n bediening de verzoekingen altijd sterk aanwezig zijn. Kijk naar Galaten 1 vers 6 en 7. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van diegene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dat was niet alleen in Paulus' dagen zo, maar vandaag de dag is het nog steeds zo in elke gemeente in ons land. Paulus is door diep water gegaan, maar ook had hij een wonderlijke roeping. Paulus was zeker van zijn roeping en opdracht. Nu komen we bij het werk van een apostel. Wat is het werk van een apostel? Veel heb ik al genoemd. Maar laten wij wat dieper op ingaan. Ik geef de teksten. Op de eerste plaats, het werk van een apostel is boven alles om een fundament te leggen. Een fundament van een gemeente die hij sticht. Een fundament van een christelijk leven. 1 Korinthe 3 vers 10 tot 11 staat mijn lievelingstekst die mijn leven heeft veranderd. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar een ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Een apostel is iemand zoals een bouwmeester een meester bouwen om een gemeente gebalanceerd en goed gefunctioneerd te bouwen. En gefundeerd. Natuurlijk op de Heer Jezus. In Efeze 2 vers 19 en 20. Zo zijt gij dan geen vreemdeling en bijwoners meer. Die verloren schaap konden terugkeren omdat hij dat evangelie van het koninkrijk had gebracht. Nu zijn wij medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Dit is een fundament van een apostel. Zoals Paulus dit op verschillende plaatsen heeft gezegd. Ik heb jullie verwekt in Christus. Zodat de apostel zelf het fundament is geworden. Het is toch waar dat heel veel mensen in de eerste dagen van de bekering er een goed fundament in Christus moet worden gelegd. En als het fundament is gelegd, dan komen de stormen, vreemde leringen komen op je af. Maar het gebouw, dus het leven, staat dan op een goed fundament. Als ik in het begin van mijn geloof, van mijn bekering, niet op dat fundament van die apostel had gebouwd, had ik hier nooit kunnen zitten. Dat bestaat gewoon helemaal niet. Openbaring 21 vers 14 spreekt dan ook van een nieuw Jeruzalem dat gebouwd is op het fundament van de apostelen. En de muur der stad had 12 fundamenten en daarop de namen van de 12 apostelen des lams. Hoe belangrijk is dan ook die functie van apostel? Kijk naar Matteüs hoofdstuk 19 vers 27 en 28. Daarop antwoordde Petrus en zei hem: zie, wij hebben alles prijsgegeven, zegt hij tegen Jezus, en uw gevolg, wat zal dan ons deel zijn? Jezus zeide tot hen, staat er weer een dubbele punt, dat vind ik altijd zo prachtig, dus even goed opletten, wat gaat Jezus zeggen? Voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijnde heerlijkheid zal zitten, dat is op de troon van Jacob, op de troon van David, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten.
Dat is niet iets geestelijks. Dat is gewoon waar. Israël zal weer een volk worden. Dit is de belofte aan de apostelen. Maar het is ook een belofte aan ons. Dat wij bij de wederoprichting wij een belangrijke taak te vervullen krijgen in een volmaakt koninkrijk. Daarvoor ben ik zo trots op dat wij kwartiermakers zijn van het koninkrijk Israël onder het nieuwe verbond. Omdat ik weet wat het nieuwe verbond inhoudt. In deze bediening wordt vereist dat dat in een apostelambt en al de bedieningen vertegenwoordigd zijn. Namelijk profeet, evangelist, herder en leraar. Ja, tot aan de onderste bediening, zelfs die van diaken. Kijk naar twee kostbare teksten. Ten eerste, Handelingen 11, vers 29 en 30. En de apostelen besloten dat elk van hen naar draagkracht iets zenden zou tot de ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. Die deden zij ook en zij zonden het aan de oudsten door de hand van Barnabas en Saulus. Met andere woorden, hier hebben Barnabas en Saulus zelfs de offeranden het werk van een diaken gedaan. Johannes 13, vers 5. Daarna deed hij water in de bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmee hij omgord was. Hier was de Heer Jezus in zijn laatste dagen om het werk van een slaaf te doen. Alhoewel hij apostel en hoge priester is van onze belijdenis. Hij was bereid om nederig werk te doen. Zo is ook een apostel een ware leider en zal hij een man God zijn, ondanks dat hij in zijn bediening wonderen en tekenen zullen plaatsvinden, hij ook bereid is tot nederig dienstwerk. Ik doe altijd nederig dienstwerk achter de schermen van mijn korps. Bijbelstudies schrijven, bezig zijn, opnames maken. Is nu allemaal makkelijk om te doen. Kost veel tijd en veel moeite, veel zorgen, veel gebed, soms veel verdriet. Maar ook veel blijdschap. Dat is het werk van een apostel. En ik ben maar een hele gewone evangelist. Markus 3 vers 14 en 15. En hij stelde er 12 aan, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben over wat? Over boze geesten, om die uit te drijven. Nou, daarom ging Filippus naar Samaria om de grote tekens en wonderen te verrichten en duivel uit te drijven, zodat zelfs Simon de tovenaar Gods werk kon aanschouwen. Filippus was een evangelist. Toen hij daar het woord bediende, kwamen de mensen tot bekering. Toen konden Petrus en Johannes later vanaf Jeruzalem deze mensen de hand opleggen, zodat deze de Heilige Geest konden ontvangen. Het is niet altijd nodig dat een apostel de handen moet opleggen om de Heilige Geest te ontvangen. Want de Heer Jezus is de doper in de Heilige Geest. En deze doopt jou in je binnenkamer, of op straat, of gewoon langs de weg. Daar kan ik over meepraten. Er zijn wonderlijke getuigenissen hoe de Heer doopt in de Heilige Geest. En hoe ook wij voor elkaar kunnen bidden en handen kunnen opleggen om deze doop te ontvangen. Want wij zelf dopen niet met de Heilige Geest. In Samaria was het de evangelist die preekte en Petrus en Johannes moesten uit Jeruzalem komen om de doop van de Heilige Geest te bedienen. In Handelingen 14, vers 21 en 23. En toen zij aan die stad het evangelie verkondigden en er verscheiden discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië om de zielen der discipelen te versterken en hem te vermanen om te blijven bij het geloof en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods moeten binnengaan. En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden onderwezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Heere op in wie zij geloof hadden. In elke gemeente werd toevertrouwd aan de zorg van geordende ouderlingen. Handelingen 15, 40, 41. Maar Paulus koos zich Silas en vertrok door de broeders aan de genade des Heeren opgedragen,
En hij ging door Syrië en Cilicië en versterkte de gemeente. We lezen dat ook in Handelingen 16, vers 1 tot 5. En hun weg nemenden over Amphipolis en Apollonia kwamen zij te Thessalonica, waar een synagoge der Joden was. En Paulus ging zoals gewoon was daar naar binnen en behandelde 3 sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schriften, door aanhalingen uit te leggen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze de Christus is, die Jezus, die ik zeide hij predikte. En enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas aan, en ook een grote menigte Grieken, die God vereerde en een tal van voorname vrouwen. Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, veroorzaakten een oploop en brachten de stad in rep en roer, en ze stormden op het huis van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Altijd was op de weg van de apostel Paulus die valse Joden uit Esau die hem dwars zaten. Die zaten Jezus dwars, zaten Paulus dwars, die zitten ook u en mij dwars vandaag, al de dag, ook in ons eigen land. Dit moet even gezegd worden. De gemeente werd versterkt in het geloof en elke dag kwamen nieuwe mensen bij. Deze gemeenten werden gesticht op een hecht fundament. Filippenzen 1, vers 1 en 2. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners, diaken, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ook hier werd een gemeente door Paulus gesticht en samengesteld met opzieners en diaken. Deze gemeente was goed verzorgd. Zij konden nu zelfstandig verder gaan. Zij werden op hun beurt het middelpunt en kracht lang voordat de apostelen waren vertrokken. Zo zal het gaan als een gemeente juist is samengesteld. 1 Thessalonicenzen 1 vers 8. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Achaia, maar allerwegen is uw geloof dat zich op God recht bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Zo behoort een goed samengestelde gemeente te zijn, zodat vanuit hen het woord wijder zal klinken. Daarom moet een apostel ook de gave van regeren, oftewel vooruitzien bezitten. Anders valt het dan als een kaartenhuis in elkaar. Daarom, in 1 Korinthe 12 vers 28. En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, de eerste apostelen, de tweede profeten, de derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen en om verscheidenheid van tongen. In 1 Korinthe 9 vers 2, indien ik voor anderen geen apostel ben, voor u toch zeker wel, want het zegel op mijn apostelschap zijt gij in de Heer. Alhoewel de Korinthe gemeentelijk moeilijk was, zijn ze toch bij elkaar gebleven. Zo werd het apostelschap verzegeld. De apostel Paulus had een natuurlijk gezag over deze gemeenten en kon hij later weggaan omdat het werk door bekwame broeders werd geleid. Als wij dit in verband lezen, dan zien wij weer Paulus strijdpunten met de groep opstandige Korintiërs die hem naderhand gingen wederstaan. Daarom is het belangrijk dat wij gewaarschuwd worden tegen elke wind van leer. Mensen vergeten snel hun oude leraar die hun zulke wonderlijke dingen heeft geleerd. Omdat zij zichzelf nu leraar willen noemen. Ik ben het zo dikwijls tegengekomen. Daarom spreekt Paulus de volgende woorden. Want al had gij 1000 opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. 1 Korinthe 4 vers 15. Met andere woorden, jullie hebben door mij de Here gevonden. Op een dag zal de Here jullie gaan gebruiken. Terwijl de Here vertoeft om te komen, dan zullen jullie dit ondervinden. Word niet moedeloos, volharding is een teken van apostel. Hij zegt aan de Galaten in hoofdstuk 4 vers 19, mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta,
totdat Christus in u gestalten verkregen heeft. Paulus noemt hem kinderen voor wie hij in barensnood is. Daarom is volharding een teken van een apostel. In verband met dezezelfde gedachte keren wij dan ook terug naar 1 Korinthe 9 vers 1. Waar hij zegt, ben ik niet vrij? Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus onze Heere gezien? Zijt gij niet mijn werk in Christus de Heere? Een mens heeft met Paulus te doen dat hij door lijden zo'n prachtig werk te stand heeft gebracht, ondanks de opstand van de Korintiërs tegen hem. In Handelingen 15 vers 12. En de gehele vergadering werd stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat alle tekenen en wonderen door God onder de heidenen, dat wil zeggen onder de verloren schapen, gedaan had. En ook in Handelingen 21 vers 18. En de volgende dag ging Paulus met Jacobus bezoeken en alle oudsten waren daar aanwezig. In Romeinen 15 vers 20 zegt hij, ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, doch zo dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet opeens aan een ander fundament te bouwen. Paulus was erop gesteld om niet op een ander fundament te bouwen dan dat hij zijn eigen werk zal doen. Zijn eigen gemeente zou stichten en zich niet zou inlaten met het werk van een ander, zodat ze hem niet konden beschuldigen. Maar dat hij elke keer opnieuw kon zeggen, ik ben jullie geestelijke vader, zoals eerder is aangetoond. Jullie zijn door mij opnieuw geboren in het Koninkrijk des Heren. 2 Korinthe 10 vers 16, zodat wij nog verder dan bij u het evangelie mogen brengen, zonder ons te beroemen op hetgeen naar de regel die aan de ander is gesteld tot stand was gebracht. Paulus was hier zeer gesteld, zodat op de gemeente die hij had gesticht ook gezag kon laten gelden. Dan komt onwillekeurig de vraag boven, zijn er vandaag nog zulke apostelen? Het tegendeel geeft een ander beeld. In 2 Korinthe 11 vers 5, 13 vers 15 zegt hij, want zulke lieden, waar we vandaag zoveel mee te maken hebben, zijn schijnapostelen, ook een meervoud. Bedriegelijke arbeiders, meervoud, die zich voordoen als apostelen, meervoud van Christus. Geen wonder ook immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, waar hun einde zal zijn naar hun werken. Valse apostelen zijn altijd in dienst van Satan. Tot zover hebben wij tekens van apostelen gezien. Zo nu kunnen wij hen gemakkelijk herkennen. Openbaring 2 vers 2 zegt de gezalfde koning, ik weet uw werken en inspanningen en uw volharding, dat gij het kwade niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, maar dat gij hen leugenaars hebt bevonden. We zien hier dat er veel valse apostelen zijn, maar ook dat deze kan herkennen uit hun werken. We hebben hier de kenmerken van een apostel gegeven. Diegenen die zichzelf apostel noemen en dit niet zijn, beantwoorden niet aan de tekens die hierboven zijn aangegeven. Natuurlijk kunnen de huidige apostelen niet gelijk zijn aan die eerste 12, want die later apostel werd, hebben Jezus niet in leven lijf ontmoet en zijn door hem ook niet onderwezen. Alleen Paulus heeft een ondervinding gehad op weg naar Damascus en werd later door Jezus persoonlijk onderwezen. Want in Handelingen 9 vers 5 lezen wij, en hij zeide, wie zijt gij, Heere? En hij zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. In 1 Korinthe 15 vers 7 tot 9, vervolgens is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan al de apostelen, maar het allerlaatste is uit mij verschenen als een ontijdig geborene, want ik ben de geringste der apostelen niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Door Paulus' bediening kan men zien dat hij erg veel hartzeer had over zijn daden, toen hij de gemeente vervolgde.
Maar hier wijst hij naar de Heer Jezus, die aan Jacobus en ook aan hem is verschenen. En hij zegt van zichzelf dat hij ontijdig geboren is. Met andere woorden, dat de Heer Jezus speciaal naar hem is toegekomen om hem te kunnen onderwijzen. Zodat hij waarlijk een apostel kon zijn. Jezus moest de grondslag leggen en hem de goddelijke zaken openbaren door het geven van zijn bediening. En dat geeft hij later door aan Timotheus. In 2 Timotheus 2 vers 2. Wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat dan toe aan vertrouwde mensen die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. Om dit te kunnen aanleren, kijken we nu naar wat de Heer aan Paulus heeft gegeven. Nu kunnen wij dit krijgen door de openbaring van de Heilige Geest. Dit is vast in het onderwijs onder de apostelen. En daaruit moeten wij nu putten, zoals hierboven werd omschreven. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 15, maar ik zal mij beijveren dat gij ook na mijn heen gaan, telkens weer aan deze dingen kunt denken. In Openbaring 22, 18 vers 19, zegt Jezus, ik betuig aan een ieder die de woorden der profeten van dit boek hoort, indien iemand hier aan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in het boek beschreven zijn, en indien iemand afneemt van de woorden van het boek, deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Zo, deze dingen die de Heere, de profeten en apostelen enzovoort in een boek heeft laten opschrijven. In dat opzicht kan er geen nieuwe apostelen zijn, dat is duidelijk. Dit is voor eens en voor altijd vastgelegd. Maar de bediening van de apostel bestaat ook beslist nog vandaag, zoals wij gezien hebben in 1 Korintiërs 12 vers 28... en Efeziërs hoofdstuk 4 vers 11 tot 13. En daarom is het van groot belang dat er in Gods nieuwe gemeente in onze dagen er opnieuw een bediening zal zijn van een apostel. Dit maakt deel uit van Elia's bediening voor de wederkomst van onze Heer Jezus. Om zijn volk Israël voor te bereiden op de komst van de koning. En dit is een bediening met gezag. Ik hoop, lieve mensen die kijken en luisteren, dat deze boodschap uw hart heeft aangeraakt. Kijk er nog eens een keer naar. Beluister het. Zoek het op onze webblad, waar ik het zal plaatsen, zodat u ook deze prachtige, mooie ambt van apostel nog eens op uw gemak kan lezen. Want die bedieningsgaven moeten terugkeren in de gemeente, in de ecclesia van die gezalfde koning van Israël. De volgende opname ga ik weer verder met een volgende ambt die net zo belangrijk is als die van apostel. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob uw harten aanraken met zijn Heilige Geest. En u daarmee zalven in Jezus' naam.